hartstikke gaaf dat jullie er allemaal zijn. De gasten, vooral ook de deelnemers en het team uit Amsterdam van Wheelscares. We gaan een try-out doen met oefenen, met leren hoe je met de rolstoel om kan gaan. En daar hebben we bijzonder veel medewerking gehad van Willy, onze wethouder, en de gemeente, van Maarten Gielen, van de IBN, maar ook van alle andere mensen die een hand- en spandienst hebben gedaan voor deze dag. Ik ben Rob Poel, ik ben voorzitter van de Stichting Toegankelijk Land van Kuik. Vandaag die rolstoeltraining is één van de initiatieven waar wij als stichting voor staan. We doen natuurlijk meer als alleen scootmobieltochten of scootmobieltrainingen of rolstoeltrainingen houden. Maar dit is een initiatief wat volgens mij, Corrie, al een beetje in de tijd van Sint-Antonis, ja. Waar ik toen ook nog bestuurlijk actief was, dat al een beetje gegroeid is. En dat hebben we nu uitgerold, nu we het land van Kuik zijn. En wij waren natuurlijk wel enthousiast om dit verder op te pakken. Maar je bent altijd een beetje afhankelijk van, ja, god, hoeveel mensen schrijven zich in? En toen ik de papieren voorbij zag komen, zag ik dat er heel veel mensen interesse hebben getoond en zich ingeschreven hebben voor deze rolstoeltraining. Dus dat doet ons ook deugd. En als ik zie hoeveel jonge mensen ook hier zijn en hier en ook de ouderen ook onder ons die zeggen van, hey, ondanks dat ik het al wat langer in een rolstoel zit of wat dan ook, ik wil toch leren. En echt, als je ziet wat je kunt en dat je inderdaad zegt dan, het zijn mijn nieuwe benen, dan gaat er een wereld open. En ja, we hebben samen contact gehad en we werden gaandeweg steeds enthousiast. Het was wel wat geld, maar we hebben gezegd, we hebben het ervoor over. En ik zou zeggen, Corrie, want we zitten hier al wat langer te wachten. Ik ben ontzettend benieuwd, maar zeker de mensen die gaan deelnemen. Vanmiddag nog een groep, heb ik begrepen. Dus het enthousiasme is groot. En ik hoop echt dat we straks verzoeken krijgen van gemeente, organiseren nog een keer. Want er is weer een nieuwe groep die ook zegt van, ook wij willen leren. Dus we gaan weer het gesprek aan, dat hoor ik al. Nee, maar dat komt goed. Ik vind het gewoon heel mooi en ik zou zeggen, aan de slag. Mooi dat het land van Kuik dit zo omarmt, de trainingen. Mijn naam is Kees-Jan van de Klooster. Ik ben in 2004-2005 begonnen met het geven van rolstoeltrainingen aan kinderen op jeugdsportweekenden. En dat is eigenlijk door de jaren heen gegroeid tot we uiteindelijk in 2018 het Wheelchair Skills Team in het leven hebben geroepen. Waarmee we eigenlijk proberen mensen opnieuw in hun kracht te zetten. We zien in deze tijd heel veel, ja, ik zeg altijd, te veel gehandicapte mensen eigenlijk op straat. En ik zou willen dat, zoals Chantal, die zegt, ik ben weer Chantal. Wij krijgen ook berichten, ik voel mij weer mens. Ik durf nu weer een vreemde stad te gaan bezoeken. Nou, dat is wat we hopen, dat mensen dus echt weer gaan meedoen in die samenleving. Zichzelf, ondanks de beperkingen, toch als mens zien. Ik zeg altijd, je doet jezelf tekort als je zegt, ik ben een gehandicapt mens. De mensen die hier zijn, hebben gezegd, ik wil een cursus gaan volgen. Nou, dat lijkt me een hele belangrijke stap voor een hoop mensen om je vrijheid terug te winnen. Dus waanzinnig dat jullie hier zijn. En bij mij heb ik, om jullie vaardigheden bij te brengen, Lucinde. Onze trainer in opleiding, of trainster in opleiding. En we hebben Floris Meijer, mijn trouwe collega. En Bas, de local. En laten we gewoon aan de slag gaan, want we zijn hier voor de vaardigheid. En laten we die tijd goed benutten. Het land van Kuik is natuurlijk voor iedereen. Maar helaas is het niet voor iedereen even toegankelijk. Want mensen met een beperking, misschien niet gezichtsvermogen, hoorvermogen, of mensen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten, die hebben het soms heel erg lastig om ergens te komen. Maar gelukkig heb ik hier Corrie. En Corrie, jij bent van de stichting. Ik ben van de stichting Platform Land van Kuik en ook van de stichting Platform Sint-Antonis. En wij proberen ervoor te zorgen dat alle mensen met een beperking een beter leven krijgen. Dat ze het fijner hebben, dat ze toegankelijk overal naar binnen kunnen. En de meeste mensen denken alleen aan gebouwen, maar dat is niet zo. Het zijn ook de wegen, de trottoirs, de parkeerplekken, de toegankelijkheid in de bus en in de trein. Ja, pak maar heel veel van die dingen bij elkaar. Maar wij proberen ook wel om een beetje beleid te maken. Van bijvoorbeeld bij de Schouwburg in Kuik, daar was alles niet toegankelijk. En daar hebben we een goede gesprek gehad en ze gaan dat oplossen. Mits er dan een keer geld voor is. Maar dit is een prioriteit dat daar de mensen ook allemaal
naartoe kunnen en zelfstandig naartoe kunnen. Dat is het belangrijkste. Ja. Want dat is wel een uitgangspunt eigenlijk. Mensen moeten gewoon zelfstandig kunnen functioneren. Ja, het is het allerbelangrijkste. Je geeft ze hun waardigheid terug. Je geeft ze hun respect, vertrouwen terug. Waardoor ze ook alleen op pad durven. En daar is dit een van de voorbeelden van waar ze heel erg veel van leren. Dat is heel mooi. Ja. Ja. Want vandaag zijn we in het Kristal in de Valuwe in Kuik, een sporthal. En ik zie hier heel veel mensen in een rolstoel. Wat gebeurt hier vandaag? Deze mensen hebben zich aan kunnen melden op verzoek van het platform om deel te nemen aan een rolstoelvaardigheidstraining. En die training houdt in dat ze eerst leren een wheelie te maken, dus met wielen. Een wheelie. Dat ze met de wielen achterover kunnen en dat ze dan meer draagkracht hebben om iets te doen. En als ze dat kunnen, dan zijn ze nu voor aan het oefenen op de grote mat. En dan gaan ze allerlei vaardigheden in het parcours leren dat ze alleen op stap kunnen. En in de laatste training gaan ze naar de stad, want we hebben hier geen roltrappen. En dan gaan ze zelfstandig op een roltrap naar beneden en naar boven. Als ze leren hoe het moet, dan kunnen ze alleen van een roltrap af. En dan kunnen ze ook alleen van een grote trap af, in het gemeentehuis of waar dan ook. Een van onze leden gaat vaak met de trein naar het ziekenhuis vanuit Boksmeer naar Nijmegen. En ze zegt, het is een drama, want ik kan er niet alleen in en niet alleen uit. En zij gaat dat dan vandaag leren, dat ze dat wel kan. Want dat, ja, dat is eigenlijk gewoon, dat is het belangrijkste. Ja. Mensen gewoon zelfstandig naar de winkel, naar het ziekenhuis, naar hun huishoudelijke klusjes, familiebezoek. Vakantie is ook een issue. Ze willen graag op vakantie, maar dan is er niks. En dan gaan ze eerst uitzoeken op hun bestemming van is er wel een restaurant waar ik kan, naar binnen kan, waar ik naar de wc kan. Waar ik naar boven kan om te gaan slapen. Is er beneden iets waar ik een activiteit eruit heb? En 9 van de 10 keer moeten ze verder scrollen, want dan is er niks. Wie betaalt dit allemaal? Wij betalen dat uit het platformpotje, een spaarpotje. En de gemeente Kuik, Land van Kuik, met z'n allen, dat hebben we besproken. Bas Verduin, die de training geeft, is met ons mee geweest. En is ook met ons naar de IBN geweest. En die heeft daar de handjes op elkaar gekregen van als dit werkelijk zo kan, waarom doen wij dat dan niet? Want de gemeente verstrekt wel rolstoelen, maar geen training. Ja. En ze denken erover dat dat misschien wel een keer kan gaan gebeuren. Ja. Dat bij de aanschaf of het verkrijgen van een rolstoel meteen de goede rolstoel wordt verstrekt en niet zomaar eentje uit de lager wordt gehaald van dan moet je het maar mee doen. Hè? Maar ze willen ook dat de mensen daar adequaat gebruik van gaan maken. Want er staan te veel rolstoelen en scootmobielen stil in de gang. Die worden niet gebruikt omdat ze het niet durven. Van Kaathoven, de vuilnisophaler, die is in Mil met een pilot bezig om mensen er bewust van te maken dat die kliko niet overal mag liggen. En dat je niet overal die kliko neer kunt gooien. En dat je niet overal auto's neer moet zetten dat die kliko niet geleegd wordt. En mevrouw van Kaathoven, een vrouwelijke directeur, die gaat daarin mee. En die is de hele pilot aan het uitzetten. En zo pakken we elke keer een ander onderwerp waar we iets mee kunnen dat de mensen met een handicap het fijner krijgen. Dankjewel voor de tijd en wij gaan nog even kijken hoe goed dat ze hier bezig zijn. Ja, dank jullie wel. Dankjewel. Jij ook dankjewel. En ik hoop dat we er heel mooi vervolg aan kunnen geven samen met de gemeente en de IBN.